Hallo. Hi. Kom binnen. Komt hier binnen in een keuken die open is, waardoor de wind er lustig doorheen kan waaien. Dat zie je. We hebben heel veel kleur gebruikt, binnen vooral en buiten het heel neutraal gehouden. Het hekwerk zorgt natuurlijk voor dat het allemaal goed afgesloten kan worden. Maar vooral ook dat er een bepaalde sfeer meteen gecreëerd is. Hierachter is de zitkamer binnen. En die heeft ook allemaal shutters waardoor de wind er heerlijk doorheen blaast en je ongelooflijk koel woont. Bezig met het maken van een stoel. Die heet de Salty Chair. Salty vanwege de Y die erin zit. En die zie je hier ook als je van bovenaf kijkt, van welke kant je af kijkt ook. Het is een stoel die je op verschillende manieren, op vier manieren kunt neerzetten. Je kunt hem zoals nu neerzetten als tafel. Je kunt hem rechtop zetten en dan kun je met z'n tweeën op de stoel zitten. En je kunt hem doordraaien en dan kun je lekker, zoals hier zie je dit, kun je lekker gaan loungen en een boekje lezen. Deze stoel maak ik voor een klant, Alicia Williams. En voor haar heb ik de opdracht gekregen om haar de woorden hoesten aantrekkelijk in te verwerken en een stiertje. Nou, mijn droom is om een aantal ecologische huizen te bouwen die compleet onafhankelijk van het net zijn. En waarbij zelfs water ook opgevangen en gezuiverd zou kunnen worden. We zijn ons daar nu aan het inlezen of dat mogelijk is. Op dit moment heb ik een klant, of twee klanten eigenlijk, die heel graag containerwoningen willen laten ontwerpen. Dan denk je misschien bij containerwoningen, dat is heel lelijk. Maar als je maar een beetje op internet gaat grasduinen, dan zie je dat de meest prachtige mogelijkheden er zijn om een container tot een waar droomhuis te maken. En dat is natuurlijk ontzettend ecologisch en ook heel duurzaam. Je kan ook goed zorgen dat daar de warmte en de koude goed gereguleerd worden. Dus het is echt een hele leuke uitdaging. Zij willen met een kaartshop een aantal appartementen en zelf daarboven wonen. Dus wat dat betreft vind ik dat heel leuk dat die opdracht aan het lopen is op dit moment. Dus dat is mijn droom. En ik hoop dat het hier op Curaçao natuurlijk ook een mooie plek is waar we bijvoorbeeld 10 huizen zouden kunnen neerzetten met allemaal een eigen stijl, een eigen sfeer, maar toch een eenheid waardoor je, als je daar bent, denkt, jeetje, dit is de nieuwe wereld, zo zou het eigenlijk moeten zijn. We maken gebruik van wind, we maken gebruik van zonne-energie. We zijn lief voor de natuur en wellicht dat we ook nog met moestuinen en dergelijke iets gaan doen, waardoor echt alles helemaal van de natuur is. En dat is allemaal mogelijk hier op Curaçao. Dus ik hoop dat het binnen nu en 5 jaar ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En meestal is het zo dat als je ergens hebt instelt, dat het ook uitgevoerd gaat worden. Dat is mijn motto.